Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Wiltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, een minder leuke mededeling. Ja, even een klein kort mededeling nog. Hierna komt er nog eentje. Maar deze twee ga ik denk ik achter elkaar plakken. Of in ieder geval allebei online zetten op dezelfde dag. Want het zijn beide eigenlijk een beetje hele korte vlogjes. Maar jullie hebben pas geleden de vlog gezien van de kermis in Antwerpen met Ricardo, Ger en Ramon. In die vlog zei ik dat de auto een beetje de geest had gegeven. Er waren wel problemen mee. Inmiddels is helaas Ricardo's auto totaal los. Kan wel gerepareerd worden, maar op een gegeven moment, als de kosten zoveel zijn, als de kosten duurder zijn dan de waarde van de auto, dan is het bijna niet meer te doen en dan kan je beter die auto wegdoen. Dus ze hebben hem naar de schroothoop gebracht. Helaas kunnen we nu niet naar kermis toe. Ja, dan zou je zeggen van, joh Marco, neem de auto van je eigen of neem Ger's auto. Maar om bepaalde redenen gaat dat niet. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. Maar in ieder geval, ja, voorlopig even aankomend weekend geen kermisvlogs helaas. Helaas, jammer. Even een weekje rust. Aan de andere kant ben ik ook wel blij, want vlog van Antwerpen was mooi. Maar het was wel heel vermoeiend. Daarna zijn we nog daarna zijn we naar de paardenmarkt geweest in Heenvliet. Die vlog hebben jullie ook kunnen zien. En het heeft best wel veel energie gekost. En ik ben best wel moe. Dus nu heb ik even een weekendje om even bij te komen. Uit te rusten. En dan gaat het allemaal weer goed komen. In ieder geval, dus eventjes aankomend weekend geen kermisvlog op mijn kanaal. En volgende week, weet ik eigenlijk niet. Het ligt aan Ricardo, als hij weer een nieuwe auto hebt, dan gaan we het weer op uit voor de kermissen. En dan gaan we weer een kermisvlog gaan we weer opnemen. Wanneer dat is, weet ik niet. Dus dan weten jullie dat in ieder geval. Even voorlopig heel eventjes geen kermisvlog. Maar we komen natuurlijk weer terug. Want we gaan langzaam naar de zomervakantie toe. En er komen steeds meer kermissen komen er. En ook grote kermissen komen er. Dus dit was helemaal niet het einde. Dit is nog maar het begin. We gaan nog veel meer kermissen gaan we doen. En we wouden eigenlijk dus naar Geleen gaan. Dat was eigenlijk de volgende kermis waar we eigenlijk heen zouden gaan. Maar dat gaat nu eventjes niet door. Dus even een weekendje, even rust. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dan weten jullie dat in ieder geval. Ik wou het toch eventjes melden. Geen kermissen voorlopig heel eventjes. En gaan we andere leuke dingen doen. Volgende week trouwens. Dan komt er weer wat heel leuks op mijn kanaal. Iets wat ik eigenlijk nog nooit gedaan heb. En ook nog nooit op mijn YouTube kanaal heb gehad. Dus dat is ook wel heel erg leuk is dat. In ieder geval bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen groetjes van deze kant. En tot de volgende jongens. Groetjes en tot de volgende. Bye bye. Hoi.